Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag en officieel onze laatste dag op Bali. Echt best wel snel gegaan, moeten we ook heel eerlijk zeggen. We de laatste dagen eigenlijk ook wel eraan toe waren om gewoon terug te gaan naar ons huis. Ik mis mijn huisje, ik mis mijn beestjes, ik mis Dina en Lira echt zo erg. Ik mis gewoon eigenlijk mijn leven. Ik mis structuur in mijn leven. Dat is het eigenlijk vooral. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug. Van dat besef ik me eigenlijk dat ik niet heb verteld waarvoor we eigenlijk hier zijn. Want we zijn eigenlijk hierheen gekomen voor onze anniversary. En die is eigenlijk op Valentijn. Dat heb ik helemaal niet gezegd in onze vlogs. Dus we hebben hier ook Valentijn gevierd. Niet zo heel erg, want dit is eigenlijk al een grote Valentijnsdag cadeau. Dus ik laat jullie nu even zien wat wij met Valentijn hebben gedaan. Wat hebben wij met Valentijn gedaan, Essien? We hebben ontbeten bij een andere cafeetje. Dus niet in het hotel. We zijn naar een raketcafé gegaan. Wat hebben we nog meer gedaan? Nou, dat zien jullie nu. Doei! Oh, wat leuk! Ze kunnen gewoon lekker naar buiten lopen. Ik vind het echt geweldig. Oh, hier is nog een stil. Hij is van mij, mijn bal. Oh, yes. Jij bent zo lief. Het dikste. Deze kat is super schattig. Maar hoe ga je en de navigatie doen en de camera vasthouden dan? Dat gaan we in het begin niet doen. Heb je Valentine's Day, Nessie? Nee, heb je Valentine's Day. Mijn god jongens, het is zo grappig. Ik heb de hele week op Nessie gemopperd van dat hij nooit even een restaurantje voor ons opzoekt om te eten. Wat dan ook, dat ik het allemaal moet doen voor ons. En hij heeft dat één keer gedaan. Hij zei met Valentijn ga ik even regelen waar we gaan eten. En heeft hij gedaan. En we zijn erheen gereden. Besef, hij heeft gewoon dezelfde restaurant uitgekozen. Als gisteren. Als gisteren. Hier zaten we gewoon gisteren te eten en hij heeft dit gewoon lopen googelen. Dus Maar kom, we gaan even die kant op lopen, misschien is daar iets. Is goed, maar het was wel lekker op zich, dus eigenlijk is het niet verkeerd, maar het is ook niet hoe verkeerd. Dan? Hoe dan? De hoe erg toeval? Wij zijn aan het wachten op onze vis. Gevonden? We zijn nu een beetje de laatste dingen aan het doen. We hebben vanochtend even onze kamer opgeruimd. Dat was echt zwaar nodig. We hebben net de rekening betaald voor het hotel voor de hele week. Voor de extra drankjes, eten en zo aan het zwembad en bla bla. En de schade valt echt mee. We hadden echt het dubbele verwacht. Dus daar zijn we echt blij mee. We gaan nu naar de massagesalon. Onze laatste voetmassage van deze week. En daar komt dus elke dag een hond. Dus gewoon eigenlijk een straathond. Die komt daar elke dag gewoon chillen voor de deur. Want ik denk dat die gewoon die vrouw daar mag. En hij krijgt af en toe een snackje, maar niet zo heel vaak. Omdat ze daar gewoon simpelweg niet hebben. Dus ze geven eigenlijk gewoon een beetje restjes van wat ze eten. En dat is niet zo heel erg veel. Dus hebben wij besloten om even voer te halen bij de supermarkt. En het daar gewoon achter te laten dat die hond gewoon voor een week of twee nog even voer heeft. Ook zijn wij deze hele week elke dag naar de katcafé gegaan. Hier om de hoek. Hij is echt letterlijk hier om de hoek. En ik heb echt een band gekregen met die kat. Het is echt zo gek. Dus ben ik bij Alba een lievelingskat. En ik denk dat we even voor de laatste keer vandaag ook even er langs gaan om even gewoon een beetje afscheid te nemen. En dan geef ik ze ook even snacks. Want je kan daar ook snacks kopen. En dan kan je het uitdelen. En dan komen al die katten op je af. Het is echt zo schattig. De hele buurt afgezocht om hier te gaan eten na de massage. Net zo al hier eten. Omdat het een beetje zo'n Jamaicaans. Hoe zeg je dat? Jamaican. Vibe heeft. Kijk maar. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Lekker! Yes, thank you very much. Enjoy your food. Yes, thank you. We gaan nu naar onze favoriete
ijshotspot. En dat is deze. Die hebben echt de lekkerste ijs. En it's all natural. We are back, bitches. Kijk, dit is de favoriete keus van Nessie. Banana and dragon fruit. En kokos. That's it, thank you very much. Big, eh, Anthony Joshua? Yeah, yeah. He's really big. Really, really great boxer. Yeah. Heavyweight. Yeah, heavyweight. Heavyweight. Super heavyweight. Super heavyweight. He's win. I'm also heavyweight, eh? You see? Heavyweight. Wow, heavyweight. The bar. Zit je mij nou uit te lachen, hè? Verschrikkelijk het gesprek. Jongens, wij gaan nu naar de airport toe. We zijn 5 uur te vroeg. Nee, graag naar huis. Wij zijn op de airport echt heel vroeg. Maar gelukkig kan je lekker zitten en koffie drinken en zo. Maar guys, ik ben echt een autist. Ik kan zeg maar heel kleine dingen in het leven kan ik gewoon niet accepteren. Ik kan bijvoorbeeld niet accepteren dat als ik... Trouwens, ik heb eindelijk een cappuccino met amandelmelk besteld. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want overal waar ik kwam, kon ik alleen sojamelk kiezen als vervangen voor normale melk. Maar ik heb eindelijk mijn eerste cappuccino met amandelmelk besteld. Maar goed, ik kan dus niet accepteren dat ik dus cappuccino geserveerd krijg in zo'n mega glas. Want ik vind eigenlijk die feeling van zo'n kleine cup vorm heel erg fijn. Dus... Ik weet niet, ik kan het gewoon niet hebben. Perfect. Voor de rest wil ik jullie even laten zien wat voor snacks we hebben gehaald voor onderweg. We hebben Pringles. Nog een keer Pringles. We hebben koekjes. Cereal koekjes met coconut. Een zakje met Doritos, lekker. En nog een keer koekjes, almond koekjes voor Nessie, lekker healthy. En ik heb dit gescoord in de supermarkt. Cardamom voor in mijn thee. Ik weet niet of jullie ooit India's thee hebben gedronken, maar dat doen ze ook cardamom in en melk. En dat vind ik echt zo lekker. Maar ik vind het ook met black tea, vind ik cardamom ook echt heel erg lekker. We zijn al een tijdje op het airport. Ik ben nu aan het wachten en ik weet niet of je hoeft te kunnen lezen, maar er staat hier dus shower op. Je kan dus hier gewoon op airport gratis douchen. En dat is dus wat Nessie aan het doen is. En ik ga gewoon even naar het toilet. Nou, dat is een beetje de bedoeling. Hier. Hoe geweldig is dat je gewoon op een airport kan douchen? Bali hoor, maar dat is de eerste keer dat ik hem echt gebruik. En Louis Vuitton had ik mezelf even cadeau gedaan voor 2020. Top idee. Dus ik vermaak zich zo. We vliegen dus met KLM. Gadverdamme. Ik weet hier, ik heb mee gehoord. En ik vond het wel fijn om met KLM te vliegen, omdat ik dacht dat ik dus gewoon Hollands eten kreeg. Dat ik echt wel zin in. Maar ze hebben dus gewoon een Indonesisch gerecht geserveerd. Ik had daar echt absoluut geen zin in. Dus ik heb het niet gegeten. Maar ik heb hier wel koffie. We hebben gelukkig een overstap in Singapore. En dat is al over een half uur. En dan krijg ik in het volgende vliegtuig. Nee, eigenlijk is het hetzelfde vliegtuig. Want het is een technische stop. Dan krijg ik weer eten. Ik hoop dat het Hollands is.